Tercüme etsin. Ya, kökümü help him et vertalen. The beginning. Ha? Kökümü help him et vertalen. Dit is Mustafa Zena. De 11? 11. Nummer 11 zegt dat you are very lucky. Dat je heel veel geluk hebt in het leven. Ja. Jij bent zoals de volle maan zonder wolken. Bak. Sen bir dolunaysın, bulutsuz bir dolunaysın diyor. Ya gezeten de volle maan. Volle maan. Zilveren maan. Evet, o da doğru. You benefit. Je profiteert eigenlijk van het goede gedrag van een vorig leven. Ja. Geç öbür hayatında o kadar iyiymişsin ki öbür hayatının şu anda tadını çıkartıyormuşsun diyor. And your partner and your family and your partner, your family and the mensen die aan u geld moeten, die zijn goed en eerlijk tegen u. Ja. En als je ooit in een rechtszaak terechtkomt, dan zal je ze winnen. Wauw, mahkemelik olunca diyor kazanacaksın diyor. Anlamayın ha? And the uwe. Okay, the lover is very good to you. Is that sure? Yeah, because it's a good thing. I'm the lover. Very, very bak, good, bak, very bak, very good for you. Okay. Bak. Şimdi inandım. Ya, dat zeg ik niet, dat zegt Buddha. Ja. Dat je lover good for you is. Oké. Okay. Ja. Het zou kunnen dat je een beetje moe bent en een beetje moord, een beetje verveeld. Ja. Omwille van het harde werken dat je hebt moeten doen. Ja, dat is waar. En dus, je moet wat geduld hebben. Je zal heel gauw oogsten wat je gezaaid hebt. Oh. En dus, voor de centjes, voor de rijkdom, een beetje wachten nog. Ja. En dan staat er widow or widower, dat is een beetje raar. Dus voor als je een weduwe of een weduwnaar bent, dan ga je terug een goede partner vinden. Maar ja, je bent geen weduwe of weduwnaar. Dus ik heb een goede partner. Voilà. Oké. We zijn content. Evet, Buda'nın görüşlerini alayım. Buda iyi kestirdi bizi.